allemaal, mijn naam is Ona en ik ben Miss Nederland 2022. Over een paar dagen vlieg ik naar Miss Universe in New Orleans. Er zijn nog een aantal dingen die moeten gebeuren, dus ik ga jullie meenemen in mijn voorbereidingen. We zitten nu net in de auto en we hebben net te horen gekregen dat we een paar items ergens kunnen gaan passen en misschien mee kunnen nemen. Ik heb me even omgekleed en ik ben net bij Zoe aangekomen. Ik ga namelijk iets best wel spannends doen. Ik ga natuurlijk al bijna naar Miss Universe. En voordat ik naar Miss Universe ga, willen ze me nog even wat beter leren kennen. Dus ik heb vandaag mijn officiële eerste interview. I think when people really recognize that and can really see like, oh, she's being real. Mijn bloed heet. Net goed gedaan. Ik ga nu op kantoor nog even wat dingetjes afmaken. En dan stap ik straks de auto in met Denise om naar Den Haag te gaan. Om mijn jurk en mijn Nesma kastje op te halen. Het kostuum, ja, het zit wel goed. Het leunt hier wel een beetje op je heupen, maar ja, weet je. Wat maakt het wel uit? Ik ben gewoon een schattige stroopwafel. Nu ga ik snel nog door naar catwalk training om nog even met mijn jurk aan te oefenen. Oké, ik ga nu even deze jurk aandoen. Ik heb deze jurk meegenomen, want het heeft dezelfde fitting als mijn echte jurk. Maar om te voorkomen dat die kapot gaat, moet er glitters afvallen. Dacht ik neem gewoon deze even mee. Oké, het is gelukt. Ik heb alles weten in te pakken. De andere drie koffers staan al beneden. Deze twee laat ik nog even hier. Want ik ga nog even mijn Hanna skincare routine doen. En dan kan dit morgen in de koffer met natuurlijk een tandenborstel. En dan ben ik ready om te gaan naar New Orleans.